Goedendag en welkom bij het COVID-19-journaal voor vandaag, vrijdag 21 januari. En het is nu al bijna 2 jaar dat wij ons in de COVID-19-pandemie bevinden. Als we kijken naar de cijfers, wereldwijd zijn er tot heden 5,57 miljoen mensen gestorven aan deze zeer besmettelijke longziekte. En terwijl de instanties hier alles in het werk stellen om uit de pandemie te geraken, zien wij dat toch velen nog steeds geen gehoor geven aan de oproep om te gaan vaccineren. Sinds we in de vijfde golf zitten, zien we dagelijks heel veel besmettingen en ook weer de zorg die opnieuw onder druk is komen te staan. Laten we even een kijkje nemen op de COVID-dashboard het afgelopen etmaal. Het afgelopen etmaal zijn uit de 1676 swaps die zijn afgenomen 792 nieuwe gevallen geregistreerd. 884 mensen zijn negatief getest. Van de geteste personen is 47,3% positief getest. Alleen deze maand zijn 16.114 mensen positief getest. Gisteren zijn voor het eerst in deze maand zoveel doden te betreuren. 6 doden staan geregistreerd op de dashboard, wat maakt dat alleen deze maand er 39 mensen zijn overleden aan deze zeer besmettelijke longziekte. Vanaf de pandemie zijn intrededate in maart 2020 tot heden zijn er in totaal 1228 mensen overleden aan COVID-19. Het aantal ziekenhuisopnamen staat op 88, terwijl op de intensive care units er 9 personen intensieve zorg nodig hebben. Nu COVID-19 in de hele Pan-Amerikaanse regio snel om zich heen greep en de vraag naar diagnostica groter is dan ooit, heeft de directeur van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie, Carissa F. Etienne, landen opgeroepen om prioriteit te geven aan antigeensneltest voor mensen met symptomen die het grootste risico lopen de ziekte te verspreiden. Met 7,2 miljoen nieuwe COVID-gevallen die de afgelopen week in de regio zijn gemeld, moeten de landen het testen op gemeenschapsniveau uitbreiden om de druk op de ziekenhuizen, die overuren draaien, te verlichten. Dat zei de directeur van de PAHO onlangs tijdens een persconferentie. Antigeensneltests, die in slechts enkele minuten een diagnose stellen, vereisen geen gespecialiseerde apparatuur of opleiding, zodat zij kunnen worden ingezet in eerste lijns gezondheidscentra, waar zij meer mensen dichter bij huis kunnen bereiken, voegde de PAHO-directeur eraan toe. Gezien het huidige tekort aan tests, een probleem dat naar verwachting nog wel enige tijd zal voortduren, aangezien Omicron zich snel over de regio verspreidt, drong Dr. Etienne erbij de landen ook op aan om mensen zonder symptomen die aan COVID-19 zijn blootgesteld, waar mogelijk in quarantaine te plaatsen en volle gezondheidsmaatregelen te nemen. Om de verspreiding van COVID af te remmen, zullen wij elk middel uit ons arsenaal moeten inzetten. Vaccins, sociale afstand, het dragen van maskers, het vermijden van grote bijeenkomsten en tests, aldus Dr. Etienne. Mensen, nogmaals de oproep, laat je vaccineren. De vaccinatiesites vind je terug op de website laatjevaccineren.sr en op de social media kanalen van het ministerie van Volksgezondheid. We nemen ook vandaag een kijkje op de vaccinatiedashboard. In Suriname zijn er tot heden 263.655 mensen die hun eerste dosis in ontvangst hebben genomen. Dat is 43,86% van de totale populatie en 54,74% van de doelgroeppopulatie. Het aantal prikjes die als gedeeltelijk gevaccineerd zijn toegediend, zijn dat er 32.301 prikjes. Dat is 5,37% van de totale populatie en 6,71% van de doelgroeppopulatie. 231.354 prikjes zijn als tweede dosis toegediend en dat brengt ons op 38,48% van de totale populatie en 48,3% van de doelgroeppopulatie. 34.653 boostershots zijn ingespoten, wat ons brengt op 5,76% van de totale populatie en 7,19% van de doelgroeppopulatie. Tot heden zijn er totaal 529.652 prikjes gezet. Ook de instanties maken zich enorme zorgen over de situatie in het binnenland, omdat het aantal positieven al daar heel hoog ligt. Dat is te merken aan de cijfers van de medische zending. De mensen in het binnenland werken niet mee en laten zich niet testen. Heel zorgwekkend is het percentage positieve welke we aantreffen in het bereikgebied van de medische zending. Als u kijkt naar het totaal aantal van 294, waarbij 138 positief zijn,
komen we bijna op 50% positivity rate. En u ziet daar de gebieden, Sipaliwini, Brokopondo en Para, wat is getest, het aantal en het aantal positieve. Waarom ik deze slide hier plaats? Omdat berichten vanuit de medische setting ons bereiken dat er een enorme lage testbereidheid is. En men meldt zich niet aan terwijl er genoeg faciliteiten en mogelijkheden zijn voor de mensen om zich aan te melden en te laten testen. Het gevaar hierbij is dat als we niet testen, mensen niet geïdentificeerd worden, mensen geen isolatieadviezen krijgen en daardoor er verspreidingen plaatsvinden, massaverspreidingen en ook mensen komen te overlijden, wat eigenlijk voorkomen kan worden als we testen. Dus we hebben met deze uitdaging te kampen in het gebied van de medische zending. Nu met de enorme stijgingen voor wat het aantal besmettingen betreft, maar ook de stijging in de ziekenhuizen, baart zorgen. Maar moeten er dan nu geen strengere maatregelen genomen worden? Deze vraag werd gesteld aan de directeur van Volksgezondheid, Rakesh Gyalda Sukul. Hij doet een beroep op de samenleving om de verantwoordelijkheid op zich te nemen. Wat wij sowieso moeten doen, is de samenleving oproepen. Om alert te blijven, voorzichtig te blijven. Doet u alles dat in uw vermogen zit om de verspreiding te beperken. Ja. We hebben al die preventieve maatregelen, Mohana, ventilatie. Laten we niet zomaar zaken organiseren waarbij te veel mensen bij elkaar komen, want dat zijn de momenten waarbij de verspreiding explosief plaatsvindt. Dat moeten we alvast doen. En tegelijkertijd dan moeten we nou de druk op de zorg volgen, zodat we tijdig de R kunnen beïnvloeden. Okay. Dus waardoor we niet in een rampsituatie belanden. Om Shani, ik kan nog niet vaccineren, want ik ben nog te jong. Nee, van waar kom je met die informatie? Nee, het klopt niet. Niet omdat je hebt nu de juiste leeftijd bereikt dat je kan laten vaccineren. Ja, maar tegen vaccinatie toch, jongeren. Nee, wat je zegt, dat is niet waar. Nee, het is alleen maar valse informatie krijg je van je vrienden. Die vrienden go get fake information. Ja, je vrienden gaan je valse informatie. No, fake. Ja, valse informatie. Oh, yeah, tel. Valse informatie. Is het waar dat jongeren ook COVID krijgen? Luister, niet omdat je jong bent, wil niet zeggen dat je geen COVID kan krijgen. Ja, no, en om een proxeren zijn dat jaren, jongeren kan ook ziek worden. Jongeren kunnen ook ziek worden, ja. You know how many jongeren ziek? Echt maar om, Jenny. Ja, heleboel jongeren worden ziek. Them creëer speciaal voor jongeren nou dat they can take a vaccinatie. Ja. No make a make crap, jaren. Luister nou. Ik kom je halen, dan gaan we naar een prik. Hey, wait, tell je kom halen. Dan je gaat charing, go take a juiste informatie. En dan, if I wanna can take a vaccinatie. Luister nou, ik kom je halen. We gaan naar een prikpunt, yeah. Dan kan je de juiste informatie daar halen. Yeah. Toch? En als je wil, kan je direct laten vaccineren. Voor jongeren? Ja, speciaal voor jongeren. Alright. Ja? Oké, okay, is goed. Abo, laten we doen. Hey, de jongeren die snap baby, you know, de praxeri, de jongen, die kan ziek, are not true, you know. Jongeren kan ziek too. But you are four leg things, man, you know, you're talking Nederlands. English, but you said taking me a COVID story. Our Aristotle story. Maatregelen zijn vereist zodat er verbetering komt. Volksvertegenwoordiger Patricia Etnel blikt even terug naar de tijd toen de maatregelen pas werden aangekondigd. De tijd van de total lockdowns. Wij moeten als samenleving ervoor waken dat we niet teruggaan naar die enge tijd. Wij hebben die wet goedgekeurd en we staan achter de burgerlijke uitzonderingstoestand. Belangrijk is ook dat het parlement een rol heeft daarin om het te monitoren, om steeds aan te geven van wat er moet gebeuren. En natuurlijk, het is een balans vinden tussen wat de regering moet doen, de verantwoordelijkheid van de regering, maar ook wat de verantwoordelijkheid is van het parlement. Want als volksvertegenwoordiger heb je ook een verantwoordelijkheid naar het volk toe, omdat jij de stem bent van het volk. Dus je gaat wat het volk eigenlijk aangeeft en ziet, dat zie jij ook als parlementariër. En natuurlijk
moet je ervoor zorgen dat je die samenleving steeds bewust maakt. Dat maatregelen vereist zijn om ervoor te zorgen dat er verbetering komt. Toch? Ze zijn er niet om jou in problemen te brengen. Maar ze zijn er juist om jou eigenlijk in die rust te brengen. Maar wat belangrijk is, dat wanneer je naar die samenleving kijkt, moet je ook ervoor zorgen dat er balans komt. Ja. Toch? Het moet niet zo zijn. Toch? Als, kijk, in het begin was het heel eng. Toch? De beginfase van COVID was een hele enge tijd. Mm-hmm. En ik ben de mening toegedaan dat we niet terug moeten gaan. Toch? Mensen wisten niet wat ze moesten doen. Bepaalde tijden mocht je helemaal, dagen mocht je helemaal niet over straat. Toch? 5 uur moest je thuis zijn, was alles potdicht. Toch? Bepaalde dagen was het totale lockdown. Dus het was een heel frustrerende tijd aan het begin van COVID. Ja. Ik moet nog wel zeggen dat de regering eigenlijk de hele COVID-situatie heeft overgenomen. En ervoor heeft gezorgd dat we balans hebben gevonden. Niet altijd zoals we het willen, mm-hmm. want die samenleving, als wij als volksvertegenwoordiger echt de wil van die samenleving moeten weergeven, dan willen ze geen enkele maatregelen hebben. Dan willen ze een free for all. Toch? Let's do the thing. Let's party. Let's make fun. Weet je, ze kijken niet van, hey, wat is die verantwoordelijkheid? Maar wij als parlementariërs, we zien het wel, maar wetgeving en beleid is belangrijk voor ons. En daarom zeg ik, wij kunnen als parlementariër, en dan praat ik in wij, niet alleen mevrouw Etnel, maar ik denk het totaal parlement kan onmogelijk tegen maatregelen zijn. In gesprek met de online nieuwssite sun.sr geeft de voorzitter van het Nationaal Coördinatieteam COVID-19, Dr. Javier Assin, aan dat de Omicron-variant niet onderschat moet worden. We merken het aan de razendsnelle verspreiding. Maar buiten gaat men ervan uit dat Omicron minder serieus is en dat met milde klachten komt. De Omicron-variant is niet als hoe men denkt, zegt Dr. Assin. Nu het aantal COVID-19-infecties op het Pan-Amerikaanse continent toeneemt en de Omicron-variant in tenminste 42 landen en gebieden in de regio is ontdekt, heeft de directeur van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie, Carissa F. Etienne, landen opgeroepen ervoor te zorgen dat gezondheidswerkers toegang hebben tot beschermende uitrusting en extra doses COVID-19-vaccin, indien beschikbaar. Nu het aantal gevallen in sommige landen verdrievoudigt, hangt het vermogen van de regio om te reageren op de huidige golf af van het personeel dat eerstelijns gezondheidszorgcentra, klinieken en ziekenhuizen draaiende houdt. We moeten ervoor zorgen dat zij beschermd zijn tegen de ernstige gevolgen van dit virus, zei de PAHO-directeur. In de afgelopen week hebben landen op het Pan-Amerikaanse continent 6,1 miljoen nieuwe gevallen van COVID-19 gemeld en dat is een stijging van 250% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dankzij de toegenomen vaccinatiedekking in de regio bleef het aantal COVID-19 doden stabiel, maar de grotere aanloop bij de spoedeisende hulp en het verhoogde aantal ziekenhuisopnames hebben veel gezondheidsstelsel het moeilijk gekregen. De directeur van PAHO benadrukte dat een extra vaccinatiedosis gezondheidswerkers zal helpen versterken om blootstelling aan het virus beter te weerstaan, met name in het licht van de stijgende infecties. Terwijl Delta nieuwe COVID-gevallen blijft veroorzaken op het Pan-Amerikaanse continent, is Omicron op weg om de dominante stam te worden die zich sneller verspreidt dan andere ontdekte varianten, vooral in gesloten ruimten. Het is al gemeld in 42 landen en gebieden in de regio en in verschillende landen is er nu sprake van wijdverbreide gemeenschapsoverdracht. We zijn aan het eind gekomen van het COVID-19-journaal. Ik wil u een fijne voortzetting van uw dag toewensen, maar ook een fijn en veilig weekend toewensen. We zijn er maandag weer. Tot dan!